hou op. Oh, ik moet in een circus iets gaan doen. In een circus? Ja. Nou, weet ik van ellende niet meer wat een rem is. Goedemorgen. Hallo, liefje. Hallo. Hoe voel je je? Het is mijn allereerste blindfold. Vind je het spannend? Ja, heel erg. Ik vond het namelijk heel erg spannend. Ik ging namelijk dood. Jongens, het is gewoon allemaal nep. Wat doe ik eigenlijk moeilijk? Het is namelijk allemaal gewoon nep. Ik moet hier nog gewoon naar kijken. Oh nee, sorry, het is echt. Wat schrik, je hebt iemand terug te pakken, hè? Dat ik heb wel een brokje in jou. Absoluut wat mensen terug te pakken. Dus op dat punt zou ik me misschien een beetje zorgen maken. Maar wat is nou iets van jouw beste eigenschappen? Mijn beste eigenschappen? Je, waar hou ben je nou op, heel zeg. Erg goed hou in? Op, zeg. Waar ik heel goed in ben. Oh, hou op, alsjeblieft. Ik kan in ieder geval niet zingen. Oh, hou op. Nee, ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik ga wel alvast je blinddoek opdoen. Die fantastische blinddoek. Daar word je ook helemaal knettergek van op een gegeven moment. En dan zetten we ook nog even de koptelefoon. Hoor je nog dingen? Ik heb ook al helemaal zweethandjes. Volgens mij hoort je niks. Nou, oké, daar gaan we. Kom maar. We gaan vandaag aan de slag met de slechtste eigenschap van Bobby. En dat is namelijk autorijden. Bobby kan absoluut niet autorijden. En niemand van mijn collega's die durft ook nog eigenlijk bij haar in de auto te stappen. Dus gaan we vandaag racen op het circuit van Zandvoort. Ik heb er heel veel zin in, want ik vind dat te gek. Maar ik denk dat Bobby dat eigenlijk niet zo heel erg tof gaat vinden. En ik ben heel erg gelukkig dat ik niet haar bijrijder ben. Heb je al een voorgevoel? Nou ja, ik denk dus dat ik zo meteen op de set van GTST kom te staan. Okay. En dan die blinddoek afgaat en dan action! En zou je dat ineens heel erg vinden? Nee, dat zou ik best wel leuk vinden. Wat is jouw allergrootste angst? Buiten dat je hebt een keer in een bak met maden moeten gaan. Ja, nou dat was wel echt mijn grootste dat angst. Dat is echt vreselijk. Oh, voel je ze kruipen? Op je bek! Liever publiek of liever zonder publiek? Zonder publiek, sowieso. Zou jij dit willen doen? Nou, willen is een groot woord. Nee joh, hou op! Zou je dit je moeder laten doen? Nee, absoluut niet. Nee, echt? Nu sta ik zo meteen voor een publiek met heel veel mensen. En moet ik grappen gaan zitten vertellen? Nou, dat wordt zo awkward. Wat Kai van der Ree heeft gedaan, dat is echt de hel. Ja, dat is echt de hel. Dat is echt de hel. En dat heeft hij zo goed opgepakt, maar dat is echt de hel. Hou op. Oh, ik moet in een circus iets gaan doen. In een circus? Ja. Je maakt me zo misselijk. Sorry. Echt? Ja, maar je wordt snel helemaal gek. Nou, we zijn op het circuit en ik ga Bobby nu uit de auto halen. En ik ben zelf eigenlijk ook een beetje zenuwachtig. Jongens, gaan we nog wat eten? Liefie, we gaan nu even lopen. Rokje en wijd ankel. Kom maar, dat hou ik allemaal vast. Oh, hol, ik vind het echt niet leuk meer. Jawel, helemaal het is gaar. Is dit het moment? Nee, nog niet. Ga maar even hier even wachten. Oké, okay, hi. We staan hier op het circuit van Zandvoort. En wat gaat Bobby precies doen vandaag? Nou, Bobby gaat ervaren het is om een snelle jongen over het circuit te rijden. Ja, ze heeft natuurlijk geen idee, dus dat zal waarschijnlijk wel verschrikken worden. En Bobby is een hele, hele slechte chauffeur. Oh, dus ja, het is echt vreselijk. Ik hoor het van alle kanten. Dus jullie durven dit wel aan, gewoon. Nou ja, we gaan hierop beginnen. We hebben nu al twee staan, dus met eentje kan het zeker lukken. Maar er blijft er hopelijk één over. Ja. Nou, ik heb er heel veel zin in, want ik mag zelf ook een stukje rijden. Ja. Dus daar ben ik sowieso heel enthousiast over. Dus dan gaan we er nu maar in de auto zetten. Bob, we moeten nog heel even in een andere auto. En dan gaan we nog heel veel een stukje rijden naar de locatie. Ja. Kindje, wat doe je? Wat is dit? Ga maar zitten. Nee, jongens, nee. Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Dit is geen normale auto. Jeetje. Dit is zo tof. Is dit jongens? Ik vind het echt niet meer leuk. Holly? Jezus! Je bent er vooraf. Hallo! Een rondje op het skier. Nee! Jezus Christus! Even sneller onder. Jezus Christus! We zijn nu bij de Tarzanbocht. Kijk, komen we nog een goede wagen tegen. Nee joh! Oh, een langzaam bochtje. Zit hij niet relaxed hoor? Nee, dat is. Ik wel, dat scheelt. Mijn vader zegt altijd nooit bij vreemde mannen in de auto stappen. Maar hij had geen keuze, hij had geen keuze. Ik zal weer voorstellen. Hi, ik heb helemaal natte handen. Hoi, Bobby.
Oh, oh Jezus! Dit is een hele... Ik zo, hallo Holly, en een hele zware stem. Oh jee, nog eens, wie is deze man? Holly. Oh mijn god, maar dit is toch te gek. Ik stond daar zo hard. Zo hard. En ik heb altijd van mijn vader geleerd nooit met vreemde man in de auto stappen. Maar dat heb ik gedaan. Nee, deze meneer mag het wel hoor. Jezus. Nou, dit is toch alles meegevallen? Ja, dit ja. Is toch te gek? Als het hier eindigt wel. Maar ik heb het idee dat ik zelf moet gaan rijden. Ja. Ja, hè? Ja. Ja, maar het allerleukste is nog van het hele verhaal. Vooral, weet ik dat. Jij gaat naast mij zitten. Wij gaan tegen elkaar rijden. Nee! Echt? Ja, echt? Dat is toch heel tof? Ja, dat vind ik heel tof. Oké, nu is het aan ons allebei. Jij wordt mijn bijrijder en jij wordt de bijrijder van Bobby. Zoals ik al zei, Bobby is niet een hele goede rijder, maar dus durf je nee, het wel ja, aan. Nee, nou, net zat ze ernaast, dus ik kon eigenlijk niet kijken hoe ze zit. Maar goed, ja, we gaan het proberen. Ik vind het dapper dat jullie dit durven met ons. En jij zegt niet zo'n goede rijder, rijdster. Rijdster? We hebben zij... het nog niet over mij gehad? Nee, dat vind ik veel eng. Wat gaat er nou, bij mij dus gebeuren? Ik kan dus eigenlijk best wel goed rijden, al zeg ik het zelf. Oh, ja, en dat zijn, dat zijn de gevaarlijkste. Ja, vreselijk. Ja. Ik heb namelijk geen idee. Ik vind dit namelijk best wel spannend, maar wel echt te gek. Nou, we gaan. Nou, let's go! Ja, we gaan je instappen. In de snoeren. Ja, 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 andere kant. Dat die zand moet gaan zitten. Nou Bob, succes hè! Ja, jij ook! Hey, goed luck! Er zitten maar twee pedalen op. Dat is gas en een rem. Je hebt geen koppeling. Oké, fijn. Dit is echt top! Start. Die? Ja. Die. Ik ben helemaal... Ja, voet op de rem, anders start hij niet. Nou, weet nee, ik weet van ellende niet meer wat een rem is. Voor de veiligheid en de zekerheid ook maar even. Ik zou het wel even doen, ja. Dit is zo eng. En mag ik even vragen, hoe duur is deze auto? En wat voor auto rij ik als het misgaat? Dit is een McLaren. Type nummer weet ik niet. En hij is 210.000 euro. Oké. Ik ga in ieder geval voor Holly liggen. Ja. Kijk, we hebben onze tegenpartij al in het oh zin. Mijn god! Ik moet even aan de rem wennen, dus rem maar eens eventjes. Oh, doei Bobby! Haha! Deze bocht is wel scherp. Waarom gaat hij zo langzaam? Ja, angst. Oké, dan kan het gas maar een beetje in. Wow. Kan ik haar inhalen? Ja hoor. Dan moet je nu wel gaan remmen. Van het gas, man. Ik ben een oma, man. Oh. Nou, dat is stom. Heeft ze voor de camera naar beneden ingehaald? Don't worry, je gaat er niet direct zo voorbij. Nou, zij, is zij durft meer, volgens mij. Woehoe! Dit is tof! Ik vind het zo dapper dat u dit gewoon met mij doet. Nou ja, ik heb wat slachtofferhulp nodig straks. Maar voor de rest ik even als we recht staan. Gas geven. Dieper. Nog dieper? Ja. Ik heb hem helemaal... Oké. Nou, laat maar los, gas. Wow. Remmen. Ga remmen. Ik weet toch wel 185. Het enige wat ik denk is bocht. Bocht. Ja. Nou, mijn tub, even gas geven nou. Sorry. Sorry. Maakt niet uit, heel graag. Je hebt het niet door hoe hard je gaat. Nee, dat is een gevaar. Dit is zo vet. Ik was een soort van oma. Maar man, wat is het vet. Nou, mevrouw Brood. Dit was vet, hè? Ja, was echt top. Ik ben echt zo blij dat ik dit een keer heb mogen doen. Ja, en ik snap dat mannen dit ook helemaal fantastisch vinden. Ik snap het compleet eerst. Dacht ik ook, wat is dat nou dat deze? Maar man. Hoe hard ben je gegaan? Nee. Kijk naar de stopwatch horen. Nee, ik heb het gehoord dat we naar snelheid kijken. Nee. Wat was je snelheid? Jij was sneller. Ik weet beter. Nou, dan ga ik mee akkoord. Oké. Okay. Doen we het voor! En vonden jullie dit nou ook een superleuke video? Vergeet niet te abonneren en even... Blauw duimpje! Joe!